Het Artis Grote Museum heeft een primeur aangekondigd. Voor het eerst zal het museum een gastcurator verwelkomen voor een nieuwe tentoonstelling genaamd door de ogen van, samengesteld door niemand minder dan Humberto Tan. Deze aankondiging onderstreept de voortdurende evolutie en diversiteit van de exposities in dit historische museum in Amsterdam. Humberto Tan, een bekende persoonlijkheid in Nederland, heeft zich voor deze bijzondere tentoonstelling verdiept in het besloten depot van Artis. Waar een schat aan natuurhistorische artefacten en specimens te vinden is. Met een combinatie van de unieke collectie van artes en zijn eigen persoonlijke inzichten, zal Tan bezoekers meenemen op een boeiende reis door de natuurlijke wonderen van Zuid-Amerika. Met een specifieke focus op zijn geboorteland Suriname, de keuze van Tan om zijn perspectief op de natuur te delen, komt voort uit een diepe verbondenheid met de regio. Hij benadrukt het belang van het Amazonegebied als een cruciale bron van leven en biodiversiteit voor de planeet en prijst Suriname voor zijn indrukwekkende bosbedekking, die het tot het meest beboste land ter wereld maakt. In het depot van Artis heeft Dan een schat aan fascinerende vondsten gedaan, variërend van prachtige morfovlinders tot intrigerende negenbandgordeldieren en imposante brilkaaimannen. Elk van deze artefacten vertelt een uniek verhaal over de rijke flora en fauna van Zuid-Amerika en biedt bezoekers een diepgaand inzicht in de wonderen van deze regio. Door de ogen van belooft een buitengewone ervaring te worden voor bezoekers van alle leeftijden, waarbij ze worden uitgenodigd om de natuur te zien en te ervaren door de lens van een gepassioneerde kenner. De tentoonstelling opent haar deuren op 5 juli en zal ongetwijfeld een onvergetelijke indruk achterlaten op iedereen die de betoverende wereld van Humberto Tam binnenstapt.